Ich denke, dass als Suriname, als Suriname even stil moeten blijven staan en goed nadenken over deze te lastenlegging. Het heeft natuurlijk te maken met ons, wie we zijn vandaag, maar het kan ook invloed hebben op wie we zijn morgen. Een heel belangrijk ding is dat Suriname als volk, als we naar onszelf kijken, wie we zijn, van waar we komen, wat onze samenstelling is, onze religieuze belevenissen, onze historie als resultaat van kolonialisme, dan moeten wij erkennen dat wij, toen wij in 1975 besloten om een onafhankelijk land te worden, om te werken op weg naar natievorming, dat we na pakweg 75 tot 19 tot 2013 het ons wel gelukt is om op een hele vreedzame wijze te bouwen aan een samenleving en juist gebruik hebben kunnen maken van al die verschillende elementen waarover wij beschikken. Dat het een enorme rijkdom geworden is en overal op een heleboel andere plekken op de wereld hebben deze verschillen juist constant historisch gezorgd voor enorme conflicten tussen mensen waar tot nu toe geen oplossing voor gevonden is. Dus we mogen ons zeer gelukkig prijzen dat het ons gelukt is om een hoge mate van tolerantie te tonen, niet alleen naar onszelf toe, soms gewoon niet eens door hoe makkelijk dat voor ons is. Het is een soort bijna een levenshouding geworden. We merken nu dat ook buiten men anders kijkt naar Suriname. En ik wil het staven met een aantal voorbeelden van wereldfiguren en instituten die nu naar Suriname kijken op grond van die dingen. Het is heel belangrijk dat we het onderschrijven. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar bezoek gehad van de president van de General Assembly, meneer Jorfi. Die was de president van de algemene vergadering van vorig jaar. En die was hier op bezoek op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En na een paar dagen hier rondlopen, stelde hij een hele belangrijke vraag. Hoe het komt, hebben wij als Suriname, als regering, als land wetgevingsproducten moeten maken om deze graad van tolerantie te kunnen bereiken tussen burgers, tussen mensen. En toen we hem uitlegden van waar het komt, hoe historisch men toen reeds geprobeerd had verdeeldheid te brengen op basis van het kolonialisme. En dat het ons toch gelukt is om juist het tegengestelde te doen en op een hele natuurlijke wijze. Dat die mooie bloem waarover we praten, over Suriname, dat het bijna een automatisch gebeuren is wat aan ons voorbij gaat, omdat het onze levenshouding geworden is. Een ander belangrijk moment, welke ik wil onderschrijven, is toen de secretaris-generaal van de OIC hier was. Dat is de organisatie van de Islamic Conference. Die was hier in mei jongstleden. En ook na een paar dagen rondlopen en het gegeven daar aan de Keizerstraat, waar we een moskee naast de synagoge hebben, dus dat is voor ons een simpel ding. Maar ik ontmoette diezelfde secretaris-generaal een maand geleden in New York en hij vertelde tegen mij hoe belangrijk Suriname is in het wereldgebeuren wanneer het gaat om tolerantie en respecteren van mekaars verschillen. En toen gaf hij aan dat hij voor het eerst in de geschiedenis van de secretaris-generaal van deze islamitische organisatie is hij hier een synagoge binnengestapt. En blijft er niet bij stilstaan hoe belangrijk dat is wat er gebeurd is. En dit onderschrijft hij voor ons Surinamers. Is het praktisch, we rijden elke dag daar voorbij. We praten er misschien even over wanneer we met buitenlanders bezig zijn. Maar het onderschrijft wie we zijn en wat we aan het doen zijn. Toen hij hier was, hebben we de afspraak gemaakt met de secretaris-generaal. Hij mocht toen een gesprek hebben met IRIS. Dat is de Interreligieuze Raad. Ik ken geen andere plek op de wereld waar religieuze organisaties van moslims, van joden, van christenen, van hindoes,
dwars door alles heen in een georganiseerd verband bijeen zijn en vrijblijvend advies mogen geven aan beleidsmakers over religieuze vraagstukken. Dit zien we ergens anders niet. Ik kan me zover niet heugen in het internationaal gebeuren, waar je zulke mix-samenlevingen hebt, dat je dit aspect zo duidelijk onderschreven krijgt. En wij staan in je bij stil, wat dit betekent. Het is belangrijk om dit soort elementen mee te nemen wanneer we vandaag kijken naar de beschuldiging en waar het terroristisch gebeuren ingebracht wordt. Elementen in onze samenleving en de houding van de Surinaamse burger naar elkaar toe geeft geen enkele ruimte hiervoor. We zijn een van de meest vreedzame naties, landengebieden in de regio. We onbewust stellen we, geven we voorbeelden aan de wereld van hoe we met elkaar zouden moeten kunnen omgaan. En nu komt er ergens een beschuldiging waar het terroristisch gebeuren eigenlijk een raakvlak zou moeten hebben in Suriname. En het is heel belangrijk dat we dat per onmiddellijk kunnen zien, dat er geen ruimte daarvoor is in ons zijn, in ons doen, in ons handelen, in de wijze waarop we met elkaar omgaan, de acceptatie vormen, het niveau van met elkaar integreren, religieus, cultureel, etnisch, in alle vormen. Als we nagaan dat we als verschillende bevolkingsgroepen met de verschillende religieën zelf in onze culturele uitingen mixen met elkaar, dat we muziekelementen, dat we klederdrachten, dat we voedingspatronen, dat we religieuze uitingsvormen van elkaar overnemen en op een hele tolerante, vreedzame wijze daarmee omgaan, dan moet iedereen beseffen dat Suriname het wijze waarop wij zijn nooit ruimte kan hebben of geen enkele wijze raakvlak kan hebben met enige vorm van terrorisme, omdat dat niet onze levenshouding is. En in onze historie heb je nergens terug te vinden, ook tijdens de koloniale periode niet. En juist hebben we dit soort verschillen gebruikt om nu verder te gaan naar natievorming. En weet u, het proces van natievorming heeft een versterkt accent gekregen van de leiderschap van de president die we nu hebben, de regering die we hebben. Het gaat dwars door de ideologie van welke we de hele tijd gepropageerd hebben en met een overtuiging dat dit het model is welke we zouden moeten volgen, welke de garantie moet kunnen zijn voor duurzame ontwikkeling. Als we nagaan waar Suriname vandaag staat, dat we in de afgelopen 3 jaren, dat het ons gelukt is op eigen kracht, eigen inspanningen, met eigen inzet, stappen vooruit te kunnen zetten die duurzaam nu zitten in onze economie, dat we de laatste 3 jaren gelukt is dat we een van de sterkste economieën zijn van het Caribisch gebied, niet alleen, maar dat we ook naar richting Zuid-Amerika nu aangeven dat we daadwerkelijk in staat zijn, wanneer we willen, stappen vooruit kunnen zetten op het gebied van duurzame ontwikkeling, waarbij we de levensstandaarden van de Surinaamse burger elke dag een trapje hoger op kunnen bereiken. Dit gaat alleen maar kunnen gebeuren wanneer je vreedzaam met elkaar omgaat, wanneer er tolerantie is, wanneer we elkaar respecteren. En dit soort elementen hebben we nu ingeburgerd gekregen in wat we doen en wie we zijn en waar we naartoe gaan. Als je nagaat welke bronnen er moeten zijn voor aanwezigheid van terrorisme, dan moeten we direct beseffen en begrijpen dat deze elementen niet in Suriname voorkomen. Een goed groeiende economie, een land welke zich nu goed plaatst binnen het regionale land, welke zich nu, merken we bijvoorbeeld op het ministerie van Buitenlandse Zaken, kijken we constant aanvragen van organisaties om hier hun conferenties te houden. We hebben nu bijvoorbeeld weer het verzoek van de summit van de ACP, volgend jaar wil men dat hier houden. De ministersvergadering van buitenlandse ministers van OIC heeft men gevraagd om ook in Suriname volgend jaar de vergaderingen te houden. Als we gemerkt hebben welke grote conferenties hier hebben plaatsgevonden vorig jaar, waar je een mix hebt van alles wat in de wereld rondloopt. De ACP is hier geweest, de OAS vergadert hier, CELAC vergadert hier, UNASUR vergadert hier, CARICOM vergadert hier. En mensen zien wie we zijn. Dus als je elementen zou moeten vinden die argumenten zouden moeten aandragen voor aanwezigheid van welke vorm dan terrorisme, dan zou je deze ontwikkeling nooit hebben gehad.
En we merken dat we vandaag nog meer stappen vooruit zetten. Dat wanneer nu bijvoorbeeld UNASUR ons nou toevertrouwt vanwege het feit dat ze, we nog niet een consensuskandidaat hebben voor de secretaris-generaal, dat nu ook aan Suriname gevraagd is, behalve het pro-tempore-secretariaat, wil jij niet de werkzaamheden van de secretaris-generaal op je nemen totdat onze organisatie een geschikte kandidaat heeft? Dit accentueert het vertrouwen van Zuid-Amerika in dit klein land op wat we aan het doen zijn. Dus dit zijn hele belangrijke zaken. Als we nagaan op welke wijze Suriname als haar vleugels aan het uitspreiden is, ook op het Afrikaans continent. Als we kijken op welke wijze de afgelopen periode ambassades hier gevestigd worden. Argentinië komt, de ambassade van Argentinië, er is al een residentie. Ecuador heeft ons gevraagd om nu alvast te kijken naar faciliteiten om hier een diplomatieke vertegenwoordiging op te zetten. We hebben onlangs vorig jaar van de Duitse regering toestemming gekregen om ook onze een diplomatieke vertegenwoordiging daarop te mogen zetten. Dit zijn zaken die aangeven dat de wereld ziet wie we zijn, wat we aan het doen zijn. Dus het is heel belangrijk dat we als natie, als volk stilstaan en goed naar onszelf kijken. En dan moet je tot de conclusie komen, weet je wat? De richting van enig raakvlak met terrorisme heeft niets te maken met de realiteit van de dag van het Surinaams volk. Het heeft niets te maken met onze historie. Het heeft niets te maken met ons zijn vandaag. En het gaat nooit iets te maken kunnen hebben met onze dag morgen, omdat we juist hele positieve perspectieven hebben waar we naartoe gaan. Als we kijken welke enorme economische perspectieven voor ons liggen nou op het gebied van mining, op het gebied van agro, op het gebied van milieu, op het gebied van regionale integratie, op het gebied van toerisme, dan op het gebied van ICT, innovatieve zaken waarmee we nu bezig zijn. En dan moet je onderschrijven, moet je erkennen dat het ons gelukt is om vreedzaam met elkaar om te kunnen gaan, respecteren, tolerantie heel hoog in ons vaandel dragen op weg naar natievorming. Deze bloem waarover we het elke keer hebben, Suriname als een boeket, en dat gaan we blijven vasthouden en ervoor zorgen dat het traject dat we afgezet hebben, uitgestippeld hebben voor onszelf als volk, dat we constant een voorbeeld zullen zijn voor de wereld, om te respecteren wat de ander heeft en die diversiteit gebruiken als een belangrijke rijkdom, als een fundament om dit land, dit volk te brengen daar waar we recht op hebben. Kijk, we beseffen natuurlijk ook als we kijken naar onze geografische ligging, waarbij we deel uitmaken van het Amazonegebied met enorme grenzen waarbij wij niet in staat zijn nog om ze op effectieve en efficiënte wijze te kunnen controleren. En dat we in onze policy van het opengooien van onze grenzen om investeerders aan te trekken en het toerisme te bevorderen, dat je ook vanwege deel te zijn van de wereld naar je veiligheidsaspecten moet kijken. En dat je in sommige gevallen slachtoffer kan gaan worden van de grensoverschrijdende criminaliteit. We zitten in Zuid-Amerika, we zijn historisch deel van het Caribisch gebied, dus we zijn ook bewust van de realiteit van de dag. En we hebben heel bewust een aantal stappen gezet. U weet dat deze regering pas nog haar border management control system heeft geïntroduceerd. Dat wil zeggen, we willen ons veiligheidsgevoel verhogen wanneer we nagaan wie of wat waar Suriname binnenkomt. Als het nou is via Sandrij, Zorg en Hoop, Nieuwehaven, Marowijne, Albina, we proberen zo goed mogelijk onze grenzen te beschermen. We gaan samenwerkingsvormen aan met de buurlanden. We zijn intensief bezig met de Franse autoriteiten. Er is een intensieve samenwerking tussen de defensieorganisaties van Suriname en Frans-Guyana. Hetzelfde geldt voor Suriname en de Brazilianen. We hebben verschillende documenten getekend waarin we de samenwerking willen bevorderen.
versterking van het veiligheidsgevoel van de regio. We zien dat met migratiebewegingen er ook risico's daaraan verbonden kunnen zijn. Dus ook daar kijken we heel zorgvuldig naar, middels het tekenen van overeenkomsten, hele intensieve samenwerking, bijvoorbeeld met militaire en politieautoriteiten van Brazilië. Onlangs nog met onze westerbuur Guyana hebben onze veiligheidsdiensten, onze politionele autoriteiten publiekelijk gemaakt hoe efficiënte samenwerking nou loopt tussen Suriname en Guyana van dit betreft. Dit heeft te maken met het verhogen van onze veiligheid bij onze grenzen. En we hebben gekeken naar wie we zijn, waar we staan, op het westelijk halfrond. En we hebben heel bewust gekozen om met de Verenigde Staten onze samenwerking op het gebied van veiligheid en de grensoverschrijdende criminaliteit te versterken. Ik heb de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten hier bij de aanbieding van zijn geloofsbrieven en daarna zijn eerste bezoek aan mij als minister van Buitenlandse Zaken, hebben we tijd besteed aan dit element, de samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten wat betreft veiligheid. En ik heb de ambassadeur toen deelgenomen gemaakt over het traject dat ik had met zijn voorganger, welke onder leiding van ons staatshoofd die hoofdverantwoordelijk is voor het buitenlands beleid en heel bewust gekozen heeft voor dit traject, uitgelegd wat we aan het doen zijn, waar we assistentie nodig hebben, de hulp hebben ingeroepen van de Verenigde Staten om ons te helpen wanneer het gaat om de technische ondersteuning voor grensoverschrijdende criminaliteit, terrorismebestrijding en money laundering. We proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de internationale verdragen die getekend en geratificeerd moeten worden en de ondersteunende wetgevingsproducten die dit moeten laten leven, hebben we dit traject ingezet. En we weten dat er op politioneel gebied en onze inlichtingendiensten een hele nauwe samenwerking is met de Verenigde Staten. En ook met deze ambassadeur hebben we het traject verder ingezet en nogmaals geaccentueerd dat alle deuren openstaan, dat ons staatshoofd zegt, we willen all the way gaan met hem, omdat we af niks, kiedri, weet je, we willen juist tonen aan de wereld, daar waar we zwak zijn, kom ons ermee helpen. En dan ga ik iets aangeven nou, wat heel concreet is. Ik was vorig jaar, 2011 geloof ik, op bezoek, officieel bezoek in Colombia. En tijdens het gesprek met mijn collega van Buitenlandse Zaken, daar waren een paar hoge militaire autoriteiten aanwezig. En die maakten ons deel van de informatie welke wij nog niet goed door hadden. Dat de overige landen op het Zuid-Amerikaans continent, Brazilië, Venezuela, Argentinië, dat iedereen geavanceerde technologie ingezet heeft om hun grens te kunnen beschermen middels satellieten en al dat soort geweldige zaken. Ook onze buren. Frans-Guyana, welke Frankrijk is in principe een van de powerplayers op het Europees continent. En dat die allemaal de menskracht en de technologie en de financiële middelen ter beschikking hebben, waardoor ze deze maatregelen kunnen treffen. En wat bleek toen? Suriname en Guyana als de twee landen op het Zuid-Amerikaans continent deel uitmaken van UNASUR, dat wij de twee landen zijn waar mogelijkerwijs misbruik van gemaakt zou kunnen worden door de grensoverschrijdende criminaliteit, omdat ze ervan op de hoogte zijn dat we niet beschikken over al deze geavanceerde technologie. En precies daar hebben we gevraagd aan de Verenigde Staten. Help ons verder met trainingen, met opleidingen, met uitwisseling van informatie en dat we uitgebreid al doen met ze bezig kunnen zijn. We hebben ze zelf gevraagd wanneer het gaat om de textuele zaken die terug te vinden moeten zijn in wetgevingsproducten die we willen aanbieden aan de Nationale Assemblée ter versterking van ons veiligheidsgevoel, dat we heel graag die richting uitkijken voor verdere ondersteuning. Dus we zijn ons bewust van waar we wat beperkingen op hebben op dit stuk. En hoe snel deze technologie gaat en hoe opener je wordt als land, je grenzen opengooit in onze conceptie en beseft dat we dat moeten doen als we versneld vooruit willen gaan, nemen we ook mee verhoging van ons veiligheidsgevoel. En omdat je dit niet alleen kan en mag doen, hebben we niet geschroomd om all the way te gaan met de buurlanden,
met de landen van het Zuid-Amerikaans continent, maar vooral nog met de Verenigde Staten willen we deze versterking en de samenwerking blijven uitvoeren. En dat we onlangs nog bij de ambassadeur op wat bepaalde aanwijzingen gekregen hebben hoe we bepaalde onderdelen van ons veiligheidsgebeuren kunnen versterken. Dus we zijn zeer tevreden over dat traject, want je moet weten, if you know what you're wondering, en je op je grens, omdat je guafissie met zo'n abi, dat je niet vrede actie hebt op onze kakande en op onze zwakke. Dus ik heb heel goed contact met niet alleen de Amerikaanse ambassade, maar over het veiligheidsvraagstuk vanwege het opengooien van Suriname. Dan moet ik erkennen dat het heel goed loopt. En dat we verder deze samenwerking willen uitbouwen. Je ziet ook dat we participeren ook in veiligheidsprogramma's in het Caribisch gebied. Die ook vallen onder coördinatie en een belangrijk deel financiële ondersteuning van de VS. En daar gaan we mee door. Ik denk dat het voor Suriname in de eerste plaats belangrijk is dat we doorgaan met de duurzame, positieve economische ontwikkeling die we ingezet hebben. Maar belangrijker nog is dat we doorgaan op de weg van natievorming en aan de wereld blijven tonen dat we wel in staat zijn en dat we een voorbeeld zullen blijven zijn voor wanneer het gaat om het respecteren en accepteren van elkaars verschillen en dat we beseffen dat het enorme rijke elementen zijn die bijdragen aan die broodje daarin. Sana un cuadre.